Nu heb je gezien enkele beelden van hoe het gaat, hè, wanneer je met topbloers werkt. Hier heb ik voor mij een heel assortiment van allerlei soorten topbloers. Allemaal werken geweldig, maar ze zijn ook allemaal verschillend. Natuurlijk is dat nodig, omdat je weet nooit welke het beste gaat zijn op welke dag en op welke plek. Ook Rapala heeft een Walk the Dog serie. Groot en klein, de frog, speckled trout en veel meer. Ook geweldige kunstaars. Yeah, man. They pulled in another 4-pounder. It's a deco. Right after Roche's catch, yeah. Our friend Paul Monster. DeBoer catches another Tucanati using the same lure. Zoals je kan zien, het heeft net geregend en we zijn kletsnat, precies zoals deze vis. En dit is een heel leuke catch op weer een ander type lure. En dit is een sopwakker van de Rapala. Eigenlijk drijft het. Het is een top lure, maar wanneer je hem trekt, hij gaat ongeveer 2, 3, 4 duim onder het water eventjes. Ook met een walk the dog heen en weer zigzag patroon. X-Rap subwalker van Rapala. En heel mooie Tucanari, heel mooie peacock bass. Top lures, die hebben een propeller erop. Deze is van High Roller en die hebben een verschillende kleuren, een heleboel. Dit zijn er maar twee. En dan heb je ook ietsje kleinere versie van hetzelfde. Bijvoorbeeld met dubbele props, om ietsje meer water op te spitten. Enkele props. En één favoriete van mij, Lure Jensen. Fantastisch. Lure Jensen. Peacock bass. Beetje paars. Met witte beuk, lichtkleurige beuk, wit geel. Het is een prop. Het is een prop lure. Dus wanneer die hem trekt, gaat deze prop spinnen. Dat maakt een, laten we zeggen, een lawaai, een geluid, maar ook geeft het gevoel van een vis dat er wordt geaast in de buurt op andere vissen en dan komen de Tucanaris heel snel op kijken wat is daar en ze zijn geïnteresseerd in en happen ze. Gaan kijken als het werkt. This is Real Adventures with Tomahawk. This is the lure, Lure Jensen, peacock bass. We pulled it right out of there. Yeah? And this is the boy right here. Isn't he pretty? Yeah.
heel klein. Maar weet je hoeveel mensen zo'n kleine naar huis meenemen? Deze is nauwelijks een jaar oud. Dus niet eens een jaar. Dit zijn, ze groeien ongeveer 8 duim in een jaar. En daarna maar 1 duim per jaar. Dus dit is een heel kleine baby. Hij moet nog veel langer leven. Alsjeblieft mensen, dit moet je niet meenemen naar huis. Het is bijna Vaderdag en er is geen betere plek dan Tomahawk om iets te kopen om jouw vader te verwennen. Tomahawk offers a wide variety of gear that will make every father proud. Get deals on Rapala fishing rods and reels, Plano tackle boxes, Swiss Army knives, Rayovac LED flashlights, and lots more. Ga hengelen met jouw vader. Tomahawk supports Catch and Release. Real adventures with Tomahawk. Je hebt gezien hoe die prop bait werkt. Nu gaan we je wijzen een andere top lure. Yo, man! Ja? Oh, oh. Hij is slim geweest hoor. Oeh, that was a huge one. You want to talk about it? No, not really. Ik heb net een heel grote aan deze Hedden superspook gehad. En kijk, dit is wat ze doen. Wanneer ze gevangen worden, ze rennen direct voor struiken. Alles wat ze kunnen vinden om deze haak van hun weg te krijgen. En het is deze vis gelukt. Kijk wat ook is gebeurd. Eerder heb ik je gezegd dat je moet die haken verwisselen. Ik heb dat hier niet gedaan. En zo is die losgekomen. Die vis voelde aan alsof hij kon makkelijk een 2,5 tot 3 kilo zijn. Heel mooie. Dus ik ga mijn haken nu zeker verwisselen. Dit is wat gebeurt wanneer hij de haken niet verwisselt. Anders had ik hem. Ted has replaced the standard hooks on his lure with hooks from Owner that are 4 times stronger. And now he's ready for some more action. Whoa, let's see that again. It's a good thing Ted replaced his hooks. This fish is going nowhere. Ik heb je gezegd, haken verwisselen is erg belangrijk. Want ik zou deze nooit hebben kunnen houden met die oude haken die ik heb je laten zien, die helemaal krom waren getrokken. Little over 5 pounds. How many kilo? 2,5. 2,5 kilos. Toffe beelden, hè?
Ik weet zeker dat jullie wat hebben geleerd. Nou, kom naar Tomahawk, pak wat kunstlaars, pak een hengel en let's go fishing. Because your real outdoor adventure starts at Tomahawk. Nope. Koop kunstlaars. Hey, is dit groot genoeg? Check us out at youtube.com.